Yo mensen, nieuwe keer en natuurlijk ook weer, Richard, you with the love, sup? Hallo en welkom bij aflevering 5 van de Winter Pack. Ik zal nu laten zien hoeveel likes we hadden op de allereerste aflevering, want we gaan namelijk vanaf ah. deze episode per 20 likes per persoon 1 Chance Cube en 1 Chance Globe openmaken. En ik dacht, weet je wat, om het in te gaan leiden, gaan we er eventjes uh, gewoon een paar neerzetten. Richard, hier, jij hebt er ook eentje nou, okay, uh. heb twee chance cubes en ja, die uh. chance cubes zou ik hier maar niet neerzetten, want dan wordt uh, Richard een beetje boos. want zoals je ziet, hij heeft ja, we een helemaal uh... neergezet, überhaupt. Uh. 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 Wat de fuck is dat? Een zwaardvis. koek, koek, deckervis, prik prik, 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 prik. Oh shit, dat is het beste nee, slappe dood pick. Dat is het fucking veel damage. Oh, oh, doet 8 damage, wat? what? Wat is dit? Hmm. Oké, okay. uh, en even kijken. En uh, nog, nog, iets: een uh, wildfire sterling. Dat is denk ik iets van een. Zal dat iets van een engine zijn of zo? Van deze mod? Ik weet het niet. Ik ga wel wat met Embers doen vandaag. Maar dit ding. Uh, dat stond niet op de planning. Oké, okay, dan gaan we ook nog eventjes uh, de overige Chance Globe. En natuurlijk ook de Chance Keep openmaken. Zo, hoppakee. Okay. Oh! Oh. Uh oh! Oh, wacht, de blazen op. Met Chance Globe. Oeps. Oepsie. Oké, okay, oh, uh, excuses uh, voor de Chance Club die zojuist opgeblazen is. Die maken we aan het einde van de episode wel open. Oké, okay, uh, nu heb jij nog twee uh, Chance Cubes. Ik dacht van we maken ze gewoon een keertje aan het begin open. Oh, oh nou, mijn andere Chance Zo, We zijn die de hele ook... in. Oh, nou, nee, hij staat er nog, hij staat er nog, hij staat er nog. Staat er nog. Uh, Openmaken. Oké, ja, hij is terug. Openmaken. Maar wat de fuck heb ik gekregen? Openmaken. Auw, 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 auw. Kijk, Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy Lala, Po. Uh oh oh. Uh, ik heb echt zieke poison. Ow. Ik ook. Ik ook. Oké, okay. tijd om dag te zeggen. Tijd om dag te zeggen. Nee, maar uh, vanaf nu dus, vanaf deze aflevering, gaan we per 20 likes per persoon een chance Cube en een Enchance Club openmaken. Maar het is nu tijd voor de aflevering van vandaag. En Richard, wat gaan wij doen, onder andere? weet niet. Oh, nou, ik ben dus goed geïnformeerd. Nee, we gaan uh, onder andere de staf van Richard van de vorige aflevering gaan wij gebruiken. Plus, we gaan vandaag eindelijk beginnen met oorverdubbeling. Dat uh, werd eens tijd, Richard. Eh, uh, oorverdubbeling. Uh. Ja, hè, uh, hè, uh, 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 oorverdubbeling. Ik ga, ik ga mijn, uh, mijn autootje weer aanzetten, Quinn. Oké, okay, maar uh, waar kijken we nou, die Dit is mijn, uh, mijn zieke bomenfarm. Inderdaad, dit is een Mede mogelijk gemaakt door ratten. En oh. vooral deze rat. Oké, okay, dus wat is er precies Op. gaande? Nou, uh, de auto komt eraan. Die uh, mindt uh, dus uh, rubber tree bomen. Yeah. Die rubber tree bomen, als je die uh, bomen zelf hebt, weet je wel, en die doe je in een extractor, krijg je één rubber ervan. Mm -hmm, en yeah. de rubber sap uh, die je ervan krijgt, doet deze ook erin. Dus die doet die bomen zelf en sap in de extractor. En dan krijg ik daar rubber van. En uh -huh. deze rat pakt dan de, noem je die dingen, de logs, die doet ze naar de, de crafting rat. Craftingrad, yeah. de strongest rat alive. En okay. die, zor die zorgt ervoor dat je van die planks krijgt. En die stopt ze hierin en die power uh, mijn base nu. Aha, oké. Okay. Epic hè? Eh? Ziek, ziek, ziek. Generator, generator, yep. generator. Aha, aha aha. Uh, Wat was dat? Wat <laughs> jij dat? wanneer <laughs> heet ik Mutant Skeleton Richard? <laughs> Waar de fuck kwam die vandaan? Dat weet ik niet. <laughs> Oké, okay, maar uh, ik ga dus uh, lekker naar de House 2 toe. En dan is het tijd om uh, aan verdubbeling te gaan beginnen, Richard. Goodbye. Laten we allereerst gaan kijken waar we het precies gaan maken. Want natuurlijk hebben we in de vorige aflevering hebben we deze Radiant Resonators gemaakt. Waarmee we de kristallen kunnen gaan verkrijgen. En met deze kristallen kunnen we vandaag echt een ongelooflijk goed verdubbelingssysteem op gaan zetten. Dit is onder andere een onderdeel ervan. Het is namelijk een soort van combinatieproject tussen Arkane Archives en um, Embers. Dus wat we gaan doen, is even wat ruimte vrijmaken in onze Ember-gat, in de G-gat. Uh. Uh. Richard, ga je nou echt de hele tijd, als ik het een gat noem, ga je nou de hele tijd uh, zeggen? Uh. Uh, gewoon, gewoon 30 episodes lang, is dat, is, is, uh. dat, is, dat, is dat wat er gaat gebeuren? Yes. Oké. Okay. Maar, ik heb uh, ook eventjes ten opzichte van de vorige episode, heb ik eventjes een paar upgrades doorgevoerd hier. Ik heb onder andere een tunneltje gemaakt naar beneden toe. Weghaald? Wat heb ik weggehaald? Ik heb helemaal niks weggehaald. Jezelf. Oh nee, mezelf haal ik nooit bij Richard. Nee, 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 okay, nee, nee. Okay, Plus, ik uh, moet even wat ruimte vrij gaan maken. Ik was daar al een klein beetje begonnen. Maar met een klein beetje bedoelde ik ook echt een klein beetje. Want uh, zoals je ziet, ik heb twee blokjes weggehaald. Dus dat schiet lekker op. Nee, maar uh, achter deze... Best, ik ben altijd het werk. Ha, nee, maar ik, uh, ik ga hier eventjes een, een volgende kamer achter maken. En hier komt dus mijn verdubbelingssysteem. Ik ga even wat ruimte vrijmaken maken. En dan pakken we zometeen de allereerste onderdelen erbij. En dan kunnen we gaan beginnen met bouwen. Oké, okay, maar ik ben inmiddels klaar met het uitbreiden van mijn kamertje. Dan gaan we nu even bekijken. Wow. Woehoe. Maar dan gaan we nu even kijken... Welke items we mag gaan maken. Welke machines we mag gaan maken. Om zometeen de oors eindelijk te kunnen gaan verdubbelen. Want ja jongens, laten we eerlijk zijn. Het wordt wel een keertje tijd. Ik ben low in iron. Ik ben low in eigenlijk elk soort metaal wat je maar kunt verzinnen. Dus het wordt Bindauer. echt tijd. Ja, daar ben ik ook low in inderdaad. Nee, maar het wordt gewoon tijd van een verdubbelingssysteem. En die gaan we dus maken door middel van de Embers mod. Een aantal onderdelen die we nodig gaan hebben zijn de volgende. Namelijk de melter om de oorsten te gaan smelten. De stamper en de stamp base om de oorsten te kunnen gaan vormen. En natuurlijk hebben we ook een bron van power nodig. En die gaat geleverd worden door even kijken. Waar staat Obama. die? Obama. Nou, nah, volgens mij niet. Maar ik weet niet. De laatste keer dat ik checkte was Obama geen leverancier voor Embers. Maar die gaan we doen door middel Jawel. van de... Amber Activator. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdcomponenten om zo meteen een verdubbelingssysteem te gaan maken. Dus wat ik even ga doen is heel veel koppen erbij pakken, heel veel iron erbij pakken, een hamertje erbij pakken, de Tinkerzemmer die we natuurlijk al een paar keer hebben gebruikt in eerdere episodes. En dan gaan we allereerst beginnen met het fijne rammen van wat plates. Dat gaan we doen op onze nieuwe crafting table zo. En dan gaan we op en twee iron inkets. Ik denk dat ik het even voor nu bij twee gehouden op. op, op. Partje in Galop. En dan gaan we er nog even wat inkertjes bij pakken. Van de Embers mod. Wat Cemonite Bricks zo. Maar dan heb ik alle machines binnen die ik nodig heb voor het maken van de setup. We zijn terug aangekomen in de Embers Hideout. Of Embers, hoe noemen we dit? Richard, de Embers Put. Waar, waar is, zijn deze geleider nou weer goed voor in godsnaam? Dat is echt de echte vraag. Ik ga ze aan nee. klappen. Oh, thanks, nice. thanks, thanks. Thanks, thanks, thanks. Nee. Oké, okay, we hebben dus de, de vier onderdelen. We hebben de activator, we hebben de melter en we hebben beide stamp onderdelen. Ik denk dat ik het ongeveer zo ga doen. Ik ga hier namelijk de activator neerzetten. Die ervoor gaat zorgen dat zowel de machines, dat zowel de melter als de stamper gepowered gaat worden. Want volgens mij wat ik me kan herinneren, is dat beide machines gepowered moeten worden. Dan gaan we hier beginnen met de oors smelten. Even kijken, dan gaan we een hier knallen. En dan gaan we daartegenover gaan we de enkele machine neerzetten. Hier gaat namelijk de stamper komen, die dus bestaat uit twee onderdelen. Onderaan komt de stamp base. En vervolgens zoomen we eventjes blokjes bovenop om de bovenkant te gaan maken. Hop, hop. En dan moet ik er nog even eentje bovenop krijgen. En zo. Doe wel even zo. Gaan we vanaf het dak bouwen. Uh, dan haal ik precies degene weg die ik nodig heb. Nice, Quinn. Je bent wel lekker bezig. Zo. En dan... Lekker leuk. Lekker Lekker gezellig. gezellig. Lekker normaal. En dan gaan we hier dus de Stamper-ding uh, neerzetten. Kijk, hieronderop. Heb je een mooie press waar we zo meteen een soort van vormpje op gaan plakken. Maar daar kom ik zo meteen op. Dan gaan we dit weghalen. Zo, op, op. En dan kunnen we gaan beginnen met poweren. Dus zul je je vast afvragen: van ja, hoe ga je dit ding poweren? Want het ding heeft voor de rest helemaal geen ja, inventory of zo. Je kan er niet op right klikken. Maar dat is heel erg simpel. Daarvoor gaan we namelijk terug naar beneden toe. En dan gaan we ernaar... Nou, dat ook weer niet. Dan gaan we een oude bekende erbij pakken. Namelijk, jawel, daar komen ze hoor. De embers. Ik heb verschillende oh. onderdelen. Ik heb een ember shard, ik heb een ember crystal en ik heb uh, nog meer ember shards. Natuurlijk is een crystal, bestaat eigenlijk gewoon uit 6 ember shards. Dus je kunt beter bij het boren, kun je beter deze onderdelen krijgen. Maar ja, dat uh, heb je niet echt uh, bepaald zelf in de hand. En de ember grid weet ik, om eerlijk te zijn, niet helemaal of ik die kan gebruiken hiervoor. Hmm, ik weet niet. Ik laat het voor de zekerheid even hierin zitten en daarna kom je later op terug. Voor de rest wil ik eigenlijk hier nog even wat kool in gaan pompen. Dat hij even verder gaat boren. Want ik ben heel open. erg benieuwd of hij nog wel wat gaat verzamelen. Of dat de grond hieronder leeg kan raken. En zo ja, of hij hier leeg geraakt is. Dus dat gaan we zo meteen even bekijken. Vervolgens gaan we dezezelfde hopper, als hij leeg is. Zo gaan we die eventjes meenemen, want ik ben er vergeten eentje mee te nemen. Zo. En dan gaan we die plakken op de activator. En eigenlijk op precies dezelfde wijze gaan we dus die activator poweren. Namelijk gewoon op middel van een hopper aan de zijkant. Dus laten we zeggen dat we die hier plakken. Zo. En dan gaan we hierin dus gewoon de crystal pompen. Of. Hmm, zal ik shards? doen? ik begin wel met shards. Kijk. Vervolgens komen hier de dus shards in. En kia bam, daar komt jouw vlammetje hoor. Vervolgens gaan we natuurlijk de power vanaf hier naar zowel deze machine als deze machine doorleiden. Al weet ik niet helemaal zeker of deze power nodig heeft. Ik denk het wel. Ik denk dat je hier de power in moet gooien. Oké, okay, en hoe gaan we power nou eigenlijk vervoeren? Heel erg simpel. Je hebt namelijk twee Fet. soorten, namelijk een nee 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 nee, daar worden je geen ratten gebruiken, Richard. Je hebt namelijk ah. een receptor, dat is de ontvanger en je hebt een emitter volgens mij heet het, geloof ik. Uh, emitter. Ja, kijk dit ding, dit is de sender. Dus die gaan we er even bij pakken. Dan gaan we weer helemaal terug naar boven toe. Gezellig. Oké, okay, maar ik heb alle spullen erbij gepakt. Ik heb namelijk vier emitters, vier receptors en ook nog wat camonite Levers. Die moet je namelijk op elk outputpunt gaan plakken. Dus dan pakken we de emitter erbij, die knallen we hier op en we pakken hier de receptor. Vervolgens begin je eigenlijk altijd met deze mod bij het outputpunt. Het outputpunt doe je namelijk shift rechte muisknop op. En het uh, inputpunt, zeg maar, tenminste die het gaat verzenden, dat doe je gewoon rechte muisknop op. En dan zijn ze geconnect. Gaat er alleen nog weinig gebeuren omdat Stay namelijk de connected. lever er nog op moet. Stay connected. Uh. Zo, lever overhalen. En keer ben, dan heeft hij energie. Oké, okay, wat we vervolgens kunnen gaan doen is kijken of we wat in deze machine kunnen gooien. Nou, allereerst ook weer gerechte muisknop. want eigenlijk is de gehele mod. Heeft bijna nergens een interface. Ook dit moet je weer gaan doen door middel van een hopper. Zo, dan heb ik even wat uh, voorbeeldoorsen bijgepakt. Bestaande uit wat kopper, wat lead, iron en ook goud. Als het goed is, gaan al deze oorzen gewoon perfect inpassen. De hopper die hierbij behoort. Die moet even op de bovenkant geplakt worden. Op de zijkant gaat het niet werken. Kijk, zo. Je kijkt, kan het wel proberen, maar er gebeurt vrij weinig. Nee, dat moet je op de bovenkant doen. Wat op zich ook wel logisch is, natuurlijk. Want ja, hier zit het kommetje waar we zometeen de oorzen in gaan smelten. Dus even kijken. We pakken de pickaxe er even bij. Die is bijna kapot. Dat is een beetje jammer. Maar dat maakt niet uit. Hoe gaan we hier bovenop komen? Dat is de echte vraag. Oké, okay, dan komen we even parkouren met Quinn. Zo, huh. so, nice. Sick. En dan plak je hier bovenop de hopper. Volgens gaan we bijvoorbeeld. Nou, dat zullen we als eerst doen. Ironus, Blind belangrijkste. zo. Gaan we erin. Plakken. En als het goed is, komt dat armen inderdaad er gewoon in het kommetje te zitten en wordt het langzaam aangesmolten. Vanaf hier gaan we zometeen de fluid outputten. Dat uh, gaan we zometeen doen. Laten we allereerst eventjes hier zo de emitter op knallen. Want volgens mij moet hier ook power input in. Wat ik al zei, ik weet het bijna zeker. Dat lijkt me namelijk het meest logische. Zo, dan gaan we die connecten door middel van de tinkershammer. Shift rechtermuisknop op deze en rechtermuisknop hierop. Vervolgens pakken we weer een levertje erbij en die knallen we erop omhalen maar en vervolgens zullen ook die twee geconnect staan. Oké. Okay. Helemaal mooi. Dan gaan we nu eens even kijken of we bijvoorbeeld een, uh, een dingetje kunnen regelen. Waarmee we zometeen ook echt daadwerkelijk kunnen gaan stampen. Want ja, we kunnen natuurlijk hier zometeen wat liquid in gaan pompen. En er bovenop gaan stampen. Stampen, Stampe. Stampe, stampen. Maar er gaat te weinig gebeuren. Dus we hebben ook nog een, uh, een figuurtje nodig. Ook gaan we even watjes wat fluid pipes erbij pakken. Dus we gaan gewoon even kijken wat daarvan de recipes zijn. Fluid. Uh, even kijken. De fluid pipe. Wat iron. Haha, hoe verrassend. Uh... Hoe verrassend. Nog meer iron. Ik heb de Fluid Pipe en de Fluid Extractor inmiddels in elkaar gezet. En dan komt hier nu het laatste onderdeel. We hebben namelijk nog een stamp nodig. Je hebt verschillende soorten stamps om bijvoorbeeld bars te maken. Plates te maken, je kunt een flat stamp maken, je kunt gears ermee maken, noem het allemaal op. Maar wij gaan natuurlijk gewoon voor een simpele bar die wij weer maken met 4 Kemmen Blend, dus uh, dat moet wel voldoende zijn. En dan gaan we die eventjes in de furnace gooien, of kan je kunnen, hier zit nog wat in, zonder van de kool, maar dat maakt het allemaal niet uit. Dan komt hier het allerlaatste onderdeel en dan kunnen we, als het goed is nu, al twijfel ik wel of ik genoeg pipes heb, maar ik denk dat het net aan uitkomt. Gaan we nu kijken of de hele setup gaat werken en vanaf daar hebben we natuurlijk gewoon de ingots en daarna. Komt dit in het spel? Daarna komt namelijk Ark en Archives in het spel. Puur om de of eigenlijk de Inkits te gaan vervoeren naar Barrels toe. Want dat is eigenlijk een beetje het hele idee. Nou, Richard is uh, even gejoind hoor. Voor het laatste gedeelte van de hele setup. Of het allemaal gaat werken. Nou, even kijken. We gaan hier de Fluid Extractor maken. Vervolgens gaan we het natuurlijk gewoon doorleiden richting hier. Zo, hier heb ik een mooi oh, input Wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw. Wow. En dan gaan we hier een Leverage Charge. Ja, zijn deze niet connected. Of oh, lijkt het maar zo? Dat lijkt zo. Voor mij zijn ze wel connected. Oké. Okay omhalen maar, en dan moet uh, hier zometeen even wat, uh, wat ironzooi in gaan komen. Ik heb waarschijnlijk alleen even wat meer van uh, dit nodig, wat meer brandstof. Dus we gaan gewoon de kristals erin gooien, het zware geschut gaat er nu in. En uh, als het goed oh. is, uh, oh. gaat oh. het nu allemaal gebeuren. Dat hoop ik tenminste. Even kijken, gebeurt hier nog deze wat? Hier gaat geen kristal zijn. Misschien is deze... Oh, wacht, 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 cut, cut, cut. Ik denk dat die niet werkt, omdat ik hem op de onderkant moet plakken, dat denk ik. Kijk, want ik heb hem nu op dat punt geplakt waar je eigenlijk out moet pipen, zeg maar. Uh, dus dit is denk ik een, een, een voucher. Even kijken. We gaan het leren, jongens. Even kijken. Uh, moet je iets? die lever nog ja, overhalen? Nu wel. Als het goed is, doet hij nu. Ja, oké. Okay, oh. Lingo, lingo. Oh. Oh. Woe, woe, woe. woe. Komt erin. En dan uh, als het goed is, komt het hier naartoe. We moeten hier, moet hier een laag ginken. Oh, daar is het. Ja, oké. Okay, en dan gaan we nu de stamper opplakken. Dus de barstamp. Oh. 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 oh, jezus. Stampen, stampen. Stampen zo jongen dat heb ik dat wilde ik de vorige aflevering doen op mijn op mijn scherm dit dit gestampt toen ik doodging in die atom want was ik toen kwaad jongen Nee, nee 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 Nou, maar we zijn dus weer terug boven aangekomen. Met een aantal iron ingots rijker. Alleen Stampertje, die stampt alle ingots dus overal naartoe. En daarvoor gaan we nu een oplossingje vinden. En dit gaan we doen door middel van Arcane Archives. We gaan de laatste crystals even oogsten. Dan kunnen die weer teruggroeien. Maar uh, ja, tussen de episodes door heb ik er uh, toch al een aantal geoogst. Ik zit momenteel op 25 en dat moet wel voldoende zijn voor het project van vandaag. We gaan namelijk het volgende maken: genaamd de. Ja, ja, de Bracer of Hoarding. En die maken wij met wat kool, met wat wood, met wat goud en met wat Radiant Dust. En Radiant Dust, ook dat. Maken wij weer in een Gem Cutter stable? Dus laten we allereerst de Gem Cutter stable erbij gaan pakken, en die is binnen. Even kijken. Oh, achievement! Achievement! Ziek, ziek, ziek. Oh, dit uh, ziet er niet heel best uit. the stones. Ja, man. Ik uh, ga trouwen met de stenen. Zo. Oké. Okay. Uh... Wat gaan we doen? We gaan het volgende doen. We gaan namelijk allereerst eventjes de crystals hierin plakken. Die kan je gewoon als een soort van interne opslag kan je die hier neerleggen. Dat kan je met alle items doen. En vervolgens kun je hier in deze bar gaan selecteren welk item je hiermee wil gaan maken. Kijk, je kunt bijvoorbeeld uh, radiant lanterns maken. Maar wat wij nodig gaan hebben is onder andere een uh, radiant dust en een shaped radiant quartz. Dus we gaan eventjes eentje hiervan pakken. Quartz. En een paar hiervan pakken. Laten we zeggen... Hmm, wat zullen we doen? Ik denk een stuk of acht. Dat moet wel voldoende zijn voor nu. En ik heb nu al weer inventory problemen. Hè? Ik word nu alweer helemaal gek van, mijn, van mezelf gewoon. Ik, ik kan me echt voorstellen dat mensen naar mij kijken en denken van, wat de fuck doe je met je inventory management? Want ik vraag het mezelf ook af. Management. Ja, oké. Okay. We gaan even terug naar de jumpcutter stable. Hebben we alles nu om het te kunnen gaan maken? Even kijken. We hebben vier radiant dus. Dus dat gaan we er eventjes inleggen. Vier radiant dus. We hebben ook nog het volgende. Weet je wat? gooi gooien gewoon alles erin. Wat maakt ook uit. Even kijken. Wat hebben we allemaal nodig? Pam, pam, pam. Goud. Hout. and cool out, out. Even dan. kijken, ja hoor, we kunnen hem gaan maken. Ik zag hem staan, hierzo. De Bracer of Hoarding, hem en die is vanaf nu binnen. Dus gaan we zo meteen mee naar beneden toenemen. Maar voor we dat gaan doen, gaan we allereerst nog een item erbij pakken. Genaamd, even kijken, waar staat die? Even kijken, hierzo, de Radiant Trove. En dit is gewoon simpelweg een barrel van deze mod. Wel wat duurder dan een normale barrel, maar geloof me, gaat ook echt een stukje beter zijn... ...dan de barrel die je normaal gesproken gewend bent. Kijk, hier komt dus de chest in het spel, dus die chest gaan we eventjes meepikken. Ook weer een achievementje. Altijd mooi. Boep, 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 boep. Altijd mooi. Even kijken, wat missen wij nog? We missen nog een gold ingot. Die heb ik er nog in zitten. Oké. Okay. En wat is dat andere ding wat ik nodig heb? Een containment field. En die maken wij met nog meer goud. En ja hoor, lingo. Ik heb niet genoeg goud. Lekker lingo. leuk. Ik heb lingo. Lekker leuk. En we hebben nog meer dus nodig gewoon. Holy shit, we hebben echt veel dus nodig. Nou, we hebben alle items, Richard. Ben je blij voor mij? Nee, niet echt. Oh, we maken er wel gelijk vier, dus dat is wel lekker meegenomen. Oh. Laten we zeggen: ik, uh, ik ga het eventjes gewoon hier laten zien, omdat het denk ik wat makkelijk is als ik alles weer naar beneden toe uh, meebreng. Even kijken, want dit wordt zeg maar een begin van mijn opslagkamer. Hmm, dus hier één, hier één, hier één en hier één. Dit is wel eventjes lelijk, maar dit is gewoon puur om eventjes te laten zien wat eigenlijk allemaal uh, de nee, bedoeling gaat nee, zijn. Ja, ja. Oh, ja, dat is zeker waar. We kunnen namelijk zo'n radiant troof op gaan vullen met een ingot. Bijvoorbeeld met iron ingots. Dan kunnen we de andere gaan gebruiken voor bijvoorbeeld goud. Zo, dan pakken we wat goud vandaan. Dan ja, pakken we de andere... Wat heb ik? Een saddle. Uh, niet dat ik weet, maar misschien ooit. I don't know. Even kijken, heb ik nog meer ingots? Nou, weet, weet je wat? Ik kan het ook wel gewoon met twee laten zien. Het gaat dus gewoon simpelweg een barrel zijn, maar wel met een, ja, toch wel een aantal bijzondere functies. Eén daarvan is een combinatie met de Bracer of Hoarding. Kijk, je ziet het vuur al aangestoken worden. Wat het namelijk gaat doen, is het volgende. Ik ga eventjes een paar iron ingots eruit laten, zo. En kijk, wat er gaat gebeuren. Zodra er namelijk een item bovenop landt, zul je gaan zien dat hij terecht gaat komen in de Radiant Roof. Kijk maar, we hebben 48, we gooien hem erin. 49 en ra, zomaar door en door en door. Wat hij namelijk gaat door doen... En door en door. Is naar de dichtst bij zijn inventory... Gaat hij gewoon simpelweg het, het toesturen eigenlijk. En hij geeft de prioriteit... Zo, dat is echt een lastig woord. Prioriteit. Prioriteit. De prioriteit... Ah. ...aan Radiant troves ten opzichte van de chest. Dus heb je bijvoorbeeld een Radiant Chest... ...dan gaat hij ten alle tijden de Radiant trove eerst checken of hij daar inventory heeft. Is dat niet het geval, dan stuurt hij door naar de chest, maar nooit andersom. Dus daar gaan wij gebruik van maken. We gaan elke Radiant trove opvullen met een bijbehorende inkt die we beneden gaan smelten. Dus eentje gaat bijvoorbeeld Iron zijn, de andere gaat Goud zijn. Nikkel, Silver, Tin, noem het allemaal op. Gewoon eigenlijk alle Basic Ores. Draconium bijvoorbeeld, dat gaat niet lukken. Maar ja, jullie snappen denk ik ongeveer wat ik bedoel. Dus even kijken, waar gaan we dit mee naartoe nemen? Oh, nou dan moet je mijn video kijken, Richard. En ook gelijk uh, thumbs up hè, voor de, voor de Chance Cubes. Like, favorite, subscribe. Inderdaad. En het mooie van deze ding is ook gewoon dat hij simpelweg, waar je hem ook gewoon mee naartoe neemt, de inhoud blijft er gewoon in zitten. Dus dat is echt superhandig. Vandaar dat ik het eventjes hierop neergezet, om het wat makkelijker te laten zien. Uiteindelijk gaan we een andere plek ervoor vinden. Oké, okay, maar dan zijn we dus beneden aangekomen. En dan gaan we hier eventjes een hele setup maken. Dus dan zetten we hier eventjes wat neer. En dan maken we hier een kommetje omheen. Uh, dit, dit is niet helemaal super mooi, maar ja, het gaat in ieder geval zijn werk doen. Zo. Op hier zo. En dan maken we er nog eentje boven. Nee, dat is niet per se nodig. Dan kunnen we even wat makkelijker bijkomen. Vervolgens maken we hier een watervalletje. Dat alle inges die dus gemaakt gaan worden. door middel van de stemper hier zo. dat die wel ook echt daadwerkelijk hier naartoe getransporteerd gaan worden. Maar laten we gewoon even gaan kijken. hoe we de hele setup hier gaan maken. We gaan namelijk hier dus een watervalletje maken. dat gewoon simpelweg alles wat hier geproduceerd wordt. netjes aan de voorkant eruit komt. Zo, dan gaan we het hier even een beetje dichtmaken. En dan doen we zo, zo, zo. En vervolgens gaan we daarvoor even kijken. Gaan we dat ding neerzetten? De Bracer of Hoarding. Inmiddels uh, lig ik across the map, maar dat maakt niet uit. Dan gaan we die daar neergooien. En als het goed is, gaat het gewoon zo perfect werken. Ik ga nog even één laatste check doen. Dan gaan we even parcouren met Quinn. Hop en hop. Oké. Okay. Kijk, nu komen we gewoon netjes de stroming bovenop de Bracer of Hoarding. En elk item wat hier dus gewoon terecht komt. Kijk, komt netjes. oké, okay. hier zo in de troof terecht. Dus laten we eventjes zeggen dat we hier een troof neer gaan zetten. 49. We gaan gewoon alles erin gooien. Dan moeten we als het goed is uitkomen op 61. Tenminste, als ome Quindraak gaat gooien. Dankjewel. Zo, even kijken. Komen we op 61? Eh, Jazeker. Het is wel echt een beetje een klein rukkamertje geworden hier zo. Ik had het misschien ietsje groter moeten maken. Maar ja, kijk. Ik heb nu eventjes het zo, zo gedaan. Hier heb ik dus mijn iron ingots. Hier heb ik mijn gold ingots. Die uh, momenteel natuurlijk uh, geprocessed worden. Dus die komen hier uh, in. Voor de rest heb ik hier nog led ingots en copper ingots. Dus dat is ook gewoon het, gelijk het volgende materiaal wat ik erin ga douwen. Copper en led, En dan gaat het op die manier gewoon lekker gesmolten, gestampt en gesorteerd worden. En dan ben ik er helemaal blij mee. En natuurlijk kunnen we het gewoon ook boven neer gaan zetten. Maar ja, wat ik al aangaf, ik weet nog niet helemaal hoe ik het allemaal neer ga zetten. Je hebt ook kans dat ik mijn huidige basis, mijn hoofdbasis, gewoon helemaal weg ga halen. Want ik ben niet echt tevreden met hoe het eruit ziet. En misschien is de locatie ook niet echt wat je zegt van ja, superhandig of zo. Dus ik moet even kijken. Misschien dat ik gewoon mijn toekomstige basis echt om mijn Emmers basis heen ga bouwen. Daarboven. Maar ik moet gewoon even kijken hoe ik het uh, allemaal wil gaan doen. Voor nu uh, laten we dit gewoon even lekker uh, zijn gang gaan. Ik laat de gold ingots lekker binnenstromen. En dan kom ik zo meteen nog even bij jullie terug. Als ook de lead ingots en de Copper Ingots allemaal gesmolten en gesorteerd. En uh, je weet zelf zijn. Oké, okay, voor het allerlaatste gedeelte van deze video, natuurlijk, moeten we de belofte in gaan lossen. Gaan we namelijk de staf die Richard in de vorige episode verkregen heeft, gaan wij gebruiken. Alleen, volgens mij, ik weet niet helemaal zeker, dus hopelijk wordt het niet akward, heb je daar 5000 power voor nodig. Dus wat we even gedaan hebben is uh, heel veel shovels van Richard geofferd. En er zitten nu in de ring 5159 geloof ik, dus het moet voldoende zijn om de staf te gaan gebruiken. Oké okay, Richard, je moet hem gewoon lang ingedrukt houden volgens mij. Hoe lang? Ja, echt gewoon 10 seconden of zo. Daar komt hij. En dan loslaten, denk ik. Oh! 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 oh. Ik had hem eigenlijk op de grond moeten doen. <laughs> nou, ik, ik, ik weet niet... Ja, er is nu al damage op de grond, man. Holy Dat, shit! Er uh, kwam een heel rondje gingen eruit. Ja, inderdaad. Die regenboog is wel gone, man. Dat is wel zonde van de wol, by the way. <laughs> ja. Eh, <laughs> uh, regenboog, nou mooi. Eh uh. uh. Ah, we hebben... we kunnen we hier ook de chance cubes openmaken of... Uh... Inderdaad, het gebied is ja, nu... Mooi gaatje daarin. Officieel geopend als chance cube gebied hier. Als meteorietenkrater. Inderdaad, nou dat was dus 5000 power volgens mij, of niet? Je hebt nu nog 159 of zo. Ja, dat is 5000 power. Ja, oké, okay, cool. nou... Jij uh, laat het nog makkelijk aankomen, of niet? Ja, wel makkelijker denk ik. Ik moet gewoon even kijken of ik uh, nog wat kan verzinnen. Oké, maar hè. we zijn aan het einde aangekomen van deze aflevering, van de vijfde aflevering. Alleen voor we dat doen, nog één keer een chance globe. En dan ga ik jullie vast bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Heb je er nou van genoten? Doe dan zeker dat een blauwe duimpje omhoog. Want natuurlijk gaan we vanaf nu per 20 likes per persoon één chance cube en één chance globe openmaken. Blech. Zo, dat is inderdaad... Blech. Maar ik ga, ik ga nog heel veel terug naar huis toe om te laten zien uh, hoe de eruit ziet. Nou, nog eventjes uh, heel snel laten zien. Iron ingots, gold ingots, lead ingots en copper ingots. Allemaal netjes verdubbeld. Tussen de episodes ga ik even nog wat meer uh, throws maken. En hier aan toevoegen en oors verdubbelen. En dan zien we dat wel in de volgende episode. Nog eventjes één laatste kleine tip. Namelijk de lever aan de linkerkant maken in plaats van de bovenop. Anders gaat hij de hopper ook gelijk uitzetten. Dus ja, dat had ik uh, niet door te vertellen. Oké okay, jongens, bedankt voor kijken. Tot de volgende keer. Uh. Dag. Dag. Doei doei.